Beumer Garantiemakelaars is het enige makelaarskantoor in de regio met een eigen woningfotograaf. En om je nou te vertellen waar je allemaal op moet letten op het moment dat jouw huis op de foto wordt gezet, loop ik vandaag een dagje met Manon mee. We gaan vandaag dit huis fotograferen. Wat ben je nu aan het doen? Ik ben aan het inmeten. Super belangrijk, want je wil natuurlijk precies weten hoe groot het huis is en hoe groot de afzonderlijke ruimtes zijn. Dus, ze maken daar plattegronden en een meetrapport van. Dus je moet ook nog een beetje goed kunnen tekenen als fotograaf zijn. Ik doe mijn best. Ja. Dan ga je dus zometeen hierna fotograferen. De eigenaar is nu niet aanwezig in het huis. Is dat altijd zo? Nee, meestal zijn ze erbij. Soms fotografeer ik ook huizen die leeg staan of vindt de eigenaar niet belangrijk om aanwezig te zijn. Maar ik stuur van tevoren altijd eventjes een vragenlijstje toe. Een lijstje met wat tips om de woning klaar te maken voor als ik langskom. Ja, wat zijn nou de belangrijkste tips die je altijd meestuurt? In het lijstje staat bijvoorbeeld dat er niet te veel spullen aan in het huis moeten staan. Dat de gordijnen open moeten zijn, de ramen schoon. Storende elementen zoals kabeltjes en voerbakjes voor huisdieren moeten weggehaald worden. En persoonlijke of kostbare spullen zoals foto's. Zo ruim jij op. Ja, dus afstandsbediening altijd weg. Oh, hier, de snoertjes. Ja, zo. Ja, de losse dingen een beetje achter de box weg. Maar wat doe je als je ergens aankomt en het is gewoon echt best wel een bende? Dan maak ik een nieuwe afspraak en kom ik later terug. Je pakt niet even zelf de stofzuiger en ruimt een beetje op. Nee, daar heb ik geen tijd voor. Snap ik. Vind je dan ook wel eens iets wat je eigenlijk niet had moeten vinden? Soms wel, ja. Maar wel even goed opruimen dus. En wat me altijd een beetje opvalt aan die foto's, hè, online van huizen. Ik vind ze altijd een beetje groter lijken dan ze misschien zijn. Soms een beetje misleidend zelfs. Klopt. Dat komt door de groothoeklens. Die gebruik ik ook. Maar dat doen we om alles op de foto te krijgen. Maar we proberen het wel dat realistisch te doen. Niet zodat mensen zich bedrogen voelen als ze ergens in een huis komen. Nu ben je eigenlijk best wel lang bezig in zo'n huis. Ik kan me voorstellen dat mensen denken van, joh, weet je, ik maak wel een paar foto's met mijn iPhone en dan ben ik ook klaar. Dat kan inderdaad, maar een woningfotograaf is er wel voor opgeleid. Dus als je echt mooie foto's van je huis wil hebben, ja, dan zou ik aanraden om een woningfotograaf te laten komen. Dus niet zomaar zelf met je iPhone aan de slag gaan, jongens. Gewoon even Manon bellen. Aan het eind van de fotoshoot kijk ik de foto's altijd even met de klant door. En als ze dan nog iets missen of als er een foto bij zit die ze er liever niet bij willen hebben, dan kunnen ze het aangeven en dan maak ik hem nog of gooi ik hem uit de selectie. Ja, want je wil natuurlijk wel dat je huis er goed op staat, want ja, iedereen kan het op Funda zien. Ja, precies. Ja. En op onze eigen website. En de marketingafdeling zorgt er altijd voor dat de woningen goed worden gepromoot op social media. Deze eigenaar zal blij zijn. Ga jij naar het volgende huis? Dan zet ik alle tips nog even voor je op een rijtje. Zet zo min mogelijk meubels en andere voorwerpen in je huis. Daardoor lijkt de ruimte groter. En deel hem natuurlijk ook een beetje logisch in. Doe de gordijnen open en zorg ervoor dat de ramen schoon zijn. Hierdoor is er meer lichtinval in de woning. En zet ook niet te veel spulletjes in de vensterbank. Hou kostbare en persoonlijke spullen zoveel mogelijk weg. Haal zoveel mogelijk spullen weg uit de woonkamer die er eigenlijk niet thuis horen. Denk bijvoorbeeld aan kabels, voederbakjes, andere huisdierattributen, prullenbakken. Dingen die dus eigenlijk een beetje afleiden. Maak de belangrijkste ruimtes in het huis een beetje extra gezelliger. Zet er bijvoorbeeld bloemen neer, kaarsen of zet lekker de open haard aan. Dit waren onze tips. Wil je meer informatie? Neem dan vooral contact op met Beumer Garantiemakelaars. Hopelijk tot snel!